Het regende vandaag lintjes in het stadhuis. Burgemeester Peter den Oudsten deelde hier namelijk aan 16 Groningers een koninklijke onderscheiding uit. Iedereen die vandaag een onderscheiding kreeg, heeft een positieve bijdrage geleverd aan de Groningse samenleving. We zult wel zien, we snappen een kip of we vangen een knien. Peter de Haan, Frank den Hollander en Alina Kiers werden benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij maakten furoren als Pedaalemmer en Rooie Rinus en als de bende van Buffalo Bill. Het drietal leverde daarmee een grote bijdrage aan de beleving van de Groningse taal en cultuur. Een verrassing, ja. Want we zouden hier komen voor Simon en als je dan... als je dan zelf geridderd wordt, ik ben er nog een beetje van onder de indruk. Of een beetje, heel veel van onder de indruk. Ik had het echt helemaal niet verwacht. Nee. Nee, want onder valse voorwenselen hier naartoe gebracht, begreep ik? Ja, we kwamen voor Simon om even een liedje als begeleiding te doen. Dus zo had ik het ook. Maar ik kwam hier binnen en toen zag ik opeens, ik zag mijn vrouw zitten, toen zag ik mijn kinderen zitten, toen zag ik nog vrienden zitten. Ik denk, nou, hier is meer aan de hand. Voor Rutger Noordam was er ook een onderscheiding. Hij is een actief en zeer bevlogen lid van de verkeerscommissie en zet zich in voor verkeersveiligheid. Ik ben al jaren erg betrokken en ik doe natuurlijk heel veel dingen samen met allerlei andere mensen. Maar dit raakt me wel erg diep. Je kunt zeggen van vroeger werd ik altijd de klas uitgeduwd en nu mag ik de klas weer inkomen, de wereld weer inkomen. Peter IJsbeert, oud-voorzitter van de Koninklijke Vereniging voor Volksvermaken, kreeg ook een onderscheiding. Met name voor mijn werk voor de Koninklijke Vereniging voor Volksvermaken. Dat 28 augustus Sinterklaas in tocht, maar ook schoolbestuur en van alles en nog wat. De hoogste onderscheiding ging naar professor Rakhorst. Hij werd ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Rakhorst stond aan de basis van een medische vinding waarbij donororganen langer bruikbaar blijven voor een transplantatie.